We beginnen met een item over de scholingswinkel en het zakkendragershuisje. Ja, mijn naam is Jaap van Nieuwabroek, ik ben docent coach bij het Albeda College. En ik ben betrokken bij de projecten in Delfshaven, dus en de scholingswinkel en met name ook het zakkendragershuisje. Ja, wat ik al aangaf, ik ben docent coach. Mijn functie is eigenlijk gewoon het verbinden van activiteiten vanuit het bedrijfsleven, de overheid en alle andere partners en partijen in Delfshaven naar onderwijs. U werkt hier met Albeda studenten. Kunt u daar wat toelichting over geven? Ja, niet alleen met Albeda studenten. Op mijn scholingswinkel in het zakkendragershuisje lopen zo'n 35 studenten rond. En die variëren van AKA tot hogeschool. En die komen van allerlei instellingen. Dat kan in Holland zijn, Hogeschool Rotterdam. Maar ook Zadkine, Albeda, ID College, Mondriaan, die leveren studenten hier. En zeker niet te vergeten Grafisch Lyceum. Ja, het zakkendragershuisje is ook een van de locaties waar we gewoon fysiek aanwezig zijn. En daar hebben we natuurlijk een aantal opdrachten daar. En ja, de primaire opdracht die we hebben natuurlijk voor een belangrijk deel in heel Delfshaven is versterken van het economische klimaat, het ondernemersklimaat, helpen van ondernemers en bedrijven in Delfshaven, ja, toch om betere resultaten te gaan bereiken. En ja, afhankelijk van de vragen die daar vandaan komen, gaan we kijken, joh, welke studenten kun je inzetten. En vandaar dat ook het heel variërend kan zijn. Op het moment dat we evenementen gaan organiseren, zullen er meer mensen aanwezig zijn die iets met evenementen hebben. Dan moet je denken aan grafisch communicatie, maar ook evenementenorganisatie of mensen van PW, pedagogisch werk en helpende zorg en welzijn, die inderdaad met kinderen of met mensen aan de gang kunnen gaan om de activiteiten uit te voeren. Ik ben Nigel Voets, ik ben 17 jaar en ik doe de opleiding marketing communicatie. En je loopt hier stage? Ja, ik loop hier stage. Het is het tweede jaar dat ik stage loop. Hiervoor liep ik ook al stage. Hoe is de werksfeer hier? Ja, een leuke werksfeer. We hebben twee locaties, zeg maar. Eén bij de Nieuwe Binnenweg, daar zit het grootste gedeelte. En hier bij het zakkendragershuisje zitten hier met z'n twee of met z'n drieën. Het is een leuke werksfeer, ja. Is er een grote arbeidsmarkt momenteel in Delfshaven? Een belangrijk deel van Delfshaven, je kunt eigenlijk splitsen in twee gedeelten. Het historisch gedeelte Delfshaven en met name de Schiedamseweg, de winkelstraten, de detailhandel. De detailhandel staat zwaar onder druk. En zoals je ook kunt zien, met name op Schiedamseweg, waar we nu een nieuwe vraag hebben gekregen om vanaf februari aan de gang te gaan. Ja, daar neemt de leegstand erg snel toe op dit moment. En daar zal gekeken moeten worden, joh, wat is er aan de hand, wat kun je eraan doen en eventueel misschien met branchering, het inrichten van de winkelstraat opnieuw gewoon beter op de kaart te zetten. Ja, aan de andere kant het creatieve gedeelte, die zullen ongetwijfeld ook last van de crisis hebben, maar er zijn veelal mensen die toch wel een redelijke opleiding hebben en toch wel heel goed weten hoe ze hun zaakjes op orde moeten houden. En daar vervullen we gewoon een wat mindere rol in het hele verhaal. Ja.